Nou, Van der Graaf is een meldplicht bij de reclassering opgelegd die ook inhoudt dat hij vragen moet beantwoorden. Maar dat doet hij naar mening van het Openbaar Ministerie niet voldoende. Hij ontwijkt de vragen, hij stelt het belang van vragen ter discussie, hij geeft standaard antwoorden en op die manier krijgt de reclassering natuurlijk geen inzicht in de persoon van Van der Graaf. Hoe zou u zijn houding willen typeren? Nou, als een houding die belet dat de reclassering zijn werk kan doen. Er zit een patroon in zijn daden. Kunt u dat uitleggen? Ja, want stel nou dat hij eens een keer een vraag niet beantwoordt. Of dat hij een keer de discussie aan wil over de relevantie van een vraag. Dan zou je kunnen zeggen, nou dat kan. Dat kan een keer. Maar wat hij doet, is dat voortdurend doen. Bij elk gesprek weer en bijna bij elke vraag weer. Gaat het over waarom is die vraag van belang? Of geeft hij een antwoord dat heel ontwijkend of nietszeggend is? Nou, en dat patroon, dat maakt dat wij er geen vertrouwen meer in hebben dat dat goed gaat komen met de meldplicht en Van der Graaf. Zelf kaatst hij de bal terug en zegt hij dat de reclasseringen en het Openbaar Ministerie leugenachtig zijn. Wat vindt u daarvan? Nou, het Openbaar Ministerie heeft in zijn algemeenheid en dus ook in de zaak van Van der Graaf maar één belang. En dat is dat er niet zoiets als wat hij gedaan heeft weer kan gebeuren en dat hij op een goede manier terugkeert in de maatschappij. Dat is altijd het belang geweest, dat is het belang nog steeds. En dat betekent dat wij eigenlijk het allerliefst zouden hebben gehad dat we hier niet hadden gestaan vandaag. Want dat hij zich gewoon aan de voorwaarden had gehouden en dat we een fatsoenlijk toezicht hadden kunnen hebben.